De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is inmiddels begonnen en ook de eerste volledige handelsdag voor de beurzen zit erop. En daarom wil ik juist in deze video gaan kijken naar hoe de beurzen en hoe beleggers daarop hebben gereageerd, op deze ontwikkelingen, op het nieuws wat we gisteren allemaal mee hebben gekregen, om daar juist ook zelf iets van te leren voor in de toekomst. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. In deze video wil ik dus vooral gaan kijken naar de, de ontwikkelingen, de effecten op de beurs. En misschien ook wel op jouw beleggingen. En natuurlijk zijn de financiële dingen niet het belangrijkste. Maar het, zijn hopelijk wel, het is hopelijk wel de enige manier waarop je met deze oorlog eigenlijk betrokken wordt, waardoor je er iets van gaat merken. En ongeveer twee weken geleden maakte ik al een video over hoe beurzen reageren op een oorlog. Of tenminste hoe dat is gegaan in de afgelopen honderd jaar, bij de oorlogen van de afgelopen honderd jaar. En kort samengevat kwam het erop neer dat eigenlijk uh, naar aanloop van een oorlog dan zijn er al wat spanningen. Dat merk je op de beurs, beurskoersen dalen. Op een gegeven moment, op de dag van de invasie, zeg maar, zie je dat er nog wel wat paniek is op de beurs. Het komt toch altijd onverwacht op een of andere manier. Je ziet flinke dalingen op die dagen. Op die dag zelf is vaak de grootste volatiliteit. En na de hand zie je ook wel weer vrij snel een herstel. Aan de ene kant misschien omdat dan beleggers ook weer weten uh, hoe het is gebeurd, dat het is gebeurd. Het geeft ook weer een soort van, van zekerheid. Het is niet meer, gaat het gebeuren? Je hebt in ieder geval een antwoord op, het, uh, op die vraag. En vanaf dat punt zie je vaak ook wel herstel. En zeker op de lange termijn gaat het toch vaak weer eigenlijk net zoals het oude, uh, gewoon gemiddelde rendementen die gehaald worden. En zoals gezegd, gisteren was dus eigenlijk de dag van de invasie, zeg maar. En daarop zagen we best wel grote verschillen, uh, grote indexen, hele beurzen die best wel flink onderuit gingen. Misschien eventueel na de hand ook alweer een beetje herstelden. Gaan we zo meteen naar kijken. Maar uh, waarom is dat? Waarom? Um, ja, we wisten eigenlijk allemaal dat het een beetje aan zat te komen. En toch komt het onverwacht of anders dan dat we hadden gedacht. Dat zei ik ook al in de intro. En dat heeft eigenlijk denk ik twee redenen. Natuurlijk, het moment waarop het precies gaat gebeuren, dat is altijd heel onzeker of het gaat gebeuren. Nou, uiteindelijk gebeurt het wel. Maar dan gebeurt het denk ik ook nog op zo'n manier die. Heel veel beleggers, heel veel landen uh, niet hadden bedacht van tevoren of niet ja, op een andere manier. En dat komt denk ik omdat het in het verleden eigenlijk vooral om deze twee regio's ging. Lugansk en Donetsk. En uiteindelijk zou je ook denken, net zoals bij de Krim, dat Rusland een gedeelte daarvan even bezet of, inpakt, of inneemt uiteindelijk. Um, en dat is denk ik ook waar heel de wereld misschien wel een beetje van uit is gegaan. Dat dat juist hetgene was wat ingecalculeerd was. En wat blijkt dan uiteindelijk? Dat niet alleen dit stukje wordt aangevallen... ...maar eigenlijk vanuit drie kanten wordt het land aangevallen. Ook de hoofdstad ligt vandaag um, ja, onder een vergrootgas. Daar zijn de Russische troepen naar op weg. Dus dat zijn denk ik heel belangrijke punten van um, wat we van tevoren dachten. En dat het toch op een of andere manier uh, anders uitpakt. En dat heeft natuurlijk heel veel effect op de beurs. Zeker op een korte termijn, want... Dan raken beleggers in paniek, of algoritmes gaan daar anders op handelen, omdat er een grotere, groot, grotere verschillen zijn dan dat ze hadden gedacht. Noem het maar maar op. Dus dat merk je gewoon op een beursdag zelf. En dat was eigenlijk dus de dag van gisteren. En laten we dan even wat indexen, wat beurs en wat aandelen gaan bekijken. Ten eerste de VIX, VIX als tickersymbool. Dat is eigenlijk de volatiliteit van de SP 500. En dan zie je dat die gisteren echt flink omhoog schoot. Um, ook lang hoog bleef dus uiteindelijk en hier is het eigenlijk juist negatief als die hoog is, want dat geeft vaak aan hoge volatiliteit, veel onzekerheid. Het is niet zo dat het niet vaker gebeurt. We zien het hier nog eind januari gebeuren, in december. En zoomen we uit, dan zien we hier de corona uh, crisis in het begin, heel veel onzekerheid. Toen stond die wel echt heel erg hoog. Maar dit is vaak um, iets wat je kunt gaan bekijken. Om de volatiliteit van een index, in dit geval de SP 500, te bekijken. Juist ook een beetje om het sentiment van beleggers mee te krijgen. Um, pakken we dan vervolgens de Russische beurs. Dan zien we dat die eigenlijk al sinds 16 februari ongeveer uh, met flinke verliezen had te maken. En gisteren was dan een dag met een heel groot verlies. Laten we daar even op inzoomen en zet ik hem op de uurbasis. Dan zien we dat we gisteren. Uh, eerst was nog het nieuwsbericht dat juist de Russische beurs gesloten zou blijven. Juist omdat ja, dit soort grote verliezen, die paniek dan op de beurs niet, niet, ja, niet kan gebeuren als de beurs dicht is. Maar dat was dus niet zo. In het eerste uur zagen we een daling van 35%. In het tweede uur een daling van nog zo'n keer 22%. Uiteindelijk herstelde die wel weer een beetje. Maar. Als we gaan kijken vanaf het begin van de dag, even kort gezegd, zien we uh, uiteindelijk zo'n 40, ik geloof zelfs 43% in de min gaan. Vandaag staan ze wel weer zo'n 15% in de plus. Dus ook daar zie je wel weer een beetje van herstel, al is het natuurlijk voor heel veel Russische bedrijven nog onduidelijk wat uiteindelijk de sancties tegen hun, uh, wat de effecten daarvan gaan zijn. Kijken we iets dichter bij huis, en die heb ik niet in mijn favoriete lijstje staan, dus de AIX-index bijvoorbeeld. Afgelopen woensdag maakte ik nog de video over mijn 250 euro investeren. Dat deed ik in de AIX. Zo blijkt maar weer dat je nooit precies weet wat het juiste moment is. In die video zei ik ook nog van: Ik zit eventueel te denken aan een Russische ETF. Maar dit is niet het juiste moment dat we de zekerheid niet hebben. Nou, dat is maar goed geweest. Want die dag later zou bijna de index, zou die ETF waarschijnlijk ook gehalveerd zijn. De AEX had ook te maken met verliezen. We zien hier wel een groen balkje gisteren. Maar dat komt eigenlijk omdat we hoger sloten dan dat we openden. Maar we openden wel flink lager. Um, ja, je zag het hier. We sloten die dag ervoor rond de 730. En we openden toen rond de 700 punten. Uiteindelijk dus wel iets positiever. Maar dat is uiteindelijk vooral, dat kunnen we ook wel gaan kijken als we in gaan zoomen. Um, dat het komt. Uh, we openden wat laag en uiteindelijk herstelden we op het einde van de dag weer wat. Dus um, ja, die onzekerheid die er was, um, hier was het nog vooral paniek. Misschien algoritmes die ingrepen. Na de hand is het wel een beetje van oké, okay, we weten nu wat er gebeurd is. Dan is dit het nieuwe normaal misschien wel voor de komende tijd. En daar zijn beleggers dan wel ja, content mee uiteindelijk. Het verlies kwam uiteindelijk geloof ik op rond 3%. Wat best wel veel is voor een index, maar niet zoveel als de Duitse index, de DAX. Die ging gisteren harder onderuit. Sloot uiteindelijk geloof ik zo'n 4 tot 5% lager. Ik zei ook in die video van woensdag al, toen keken we naar de Russische index. Dat daar een verlies van 11 of 13 procent was en dat dat veel is, niet voor een aandeel, maar wel voor een index. En ga je dan kijken naar 5 procent voor de Duitse beurs in zijn geheel, is ook echt een flinke daling. Ook vandaag zien we wel weer een beetje herstel. Het begon vanochtend nog wat hoger, zagen we ook op de Ajax. Um, het daalde toen weer, juist omdat ja, de nieuwsberichten nu zijn dat Russische troepen richting Kiev gaan. Maar uiteindelijk zien we het wel weer een beetje herstellen. Dus de verwachting is. Als we gaan kijken naar het verleden, dat vaak de dag van de invasie het dieptepunt is en dat we uiteindelijk nu wel weer een beetje zullen gaan herstellen. En datzelfde beeld zien we eigenlijk ook op de SP 500. Die ging natuurlijk wat later op de dag, uh, ging die open. Misschien dat daarom juist de Europese beurs ook weer wat herstelde, omdat juist de SP ook laag opende, maar al vrij snel wel herstel liet zien. Um, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde beeld, alleen dan vertraagd natuurlijk, omdat zij pas in de middag open gaan, maar wel heel veel verlies. Uh, gedurende de dagen daarvoor. Dan openen heel erg laag, maar uiteindelijk die dag herstellen we ook heel erg. Dat zagen we bijvoorbeeld heel erg goed bij Tesla. En dan moet ik wel weer even uitzoomen naar de 15-minuten-grafiek. Uh, hier openden we uiteindelijk op 700 dollar ten opzichte van de 67 daarvoor. Dat was volgens mij 7 of 8 procent in de min. En uiteindelijk sloot het aandeel gisteren zo'n 4,8 ja, procent in de plus. Dus je ziet eigenlijk, ze openden op 700 dollar en ze sloten de dag af op 800 dollar, dan nou is Tesla natuurlijk ook nog zo'n aandeel dat niet alleen getroffen wordt door slecht nieuws van een oorlog eventueel, wat de hele beurs natuurlijk in zijn, in zijn greep heeft, maar juist ook natuurlijk de inflatie die dan een hoger kan worden, langer aan kan gaan houden. Dus daar heeft een bedrijf zoals dit heel erg mee te maken. Ik denk wel dat het voor Tesla dan wel belangrijk is dat ze op 700 weer een heel goed een niveau van support hebben uh, gevonden. Dat is eventueel iets wat we vaker hebben gezien zo rond deze koers. Je ziet het hier wel. Dit is wel heel veel steun of uh, weerstand. En daar hebben ze nu dus uiteindelijk de steun op gevonden. Aan de andere kant, als je gaat kijken, uh, toen ik hier een keer aandelen verkocht en vervolgens nog een keer op duizend dollar, had ik het gevoel dat ze overgewaardeerd waren op dat moment. Na de rand stegen het nog een paar keer eigenlijk bijna tot 1200. Dan ga je denken, heb ik het verkeerd gedaan? Uiteindelijk klonk het toen heel raar. Toen zei ik ook van een koers tussen de 700 en 800 dollar. Dan ga ik opnieuw kijken naar het aandeel. Nou, het blijkt uiteindelijk een paar maanden later tik je het aan. Niet om de reden waarom je toen dacht dat je het aan zou gaan tikken, maar het wordt uiteindelijk wel weer aangetikt. Ook al zou je denken: van ja, wie had er toen gedacht dat het aandeel 40, 50% bijna gaat dalen in een heel korte periode? Alles ziet er heel goed uit voor Tesla. Nou, het kan dus zeker gebeuren, dat blijkt maar weer. Dus ook zeker alweer een aandeel wat ik binnenkort even ga analyseren. En over losse aandelen gesproken. Um, vorige maand, ja, in mijn andere serie van 250 euro in de maand, kocht ik het aandeel coin, uh, Coinbase. Kocht ik toen rond de 220-230 dollar, omdat daar juist vaak een niveau was van weerstand. Nou, uiteindelijk ging het niet heel goed met crypto. En uiteindelijk dus ook niet met uh, Coinbase. Maar wat ik wel wilde zeggen, ook al gaat het dan niet zo goed met crypto. Uh, ik had toen het aandeel gekocht, juist omdat ik zei van we hebben eerder gezien gaan we zo meteen naar kijken naar Bitcoin. Dat ze in het laatste kwartaal heel veel fluctuatie. En dat is goed voor het aandeel. Uh, goed voor de winstgevendheid. Dat zagen we dan ook wel weer bij Coinbase. Coinbase zelf 70% uh, hogere uh, winst dan dat analisten hadden gedacht, en 26, 27% hogere omzet. Alleen omdat het nu niet goed gaat met crypto, zien we dat niet gebeuren. Laten we eerst even kijken voordat we naar crypto kijken, naar goud. En die heb ik hier staan. Want gisteren uh, zien we wel echt goud pieken, naar bijna 2000 uh, dollar per ounce. Uiteindelijk is het wel weer gedaald. Maar dat geeft wel aan dat nog steeds op momenten van paniek, en ook in het geval van oorlog, zien we dat goud nog steeds de veilige haven is, zeg maar. dat daar nog steeds veel geld naartoe gaat. Um, flinke ja, schommelingen hebben we wel gezien, maar nu de laatste tijd, dus rondom de oorlog met Rusland, zie je wel dat de koers stijgt. Zou je denken dat bitcoin het nieuwe goud is? Um, dat wordt vaak genoemd. Volgens mij heb ik het ook wel ooit gezegd, dat we het in ieder geval zo veel mensen het zo beschouwen. Gaan we daar juist kijken, dan zien we juist een flinke daling gisteren. Uiteindelijk zakt het zo naar 34,5. Ook wel weer een niveau van um, weerstand die we vaker zien rond deze koers. Dus dat is op zich prima. Maar dat is juist totaal anders dan dat goud reageert. Dus je ziet wel op dit soort momenten blijkt dat. Oké, okay, bitcoin is interessant. Is misschien een soort van vervanging van goud, maar nog niet helemaal. En zeker niet op dit moment het grote geld. Gaat nog steeds naar goud, want de koers van goud stijgt op dit soort momenten, terwijl juist de koers van bitcoin nog daalt. Dan komen we aan bij de laatste vraag van deze video, in ieder geval. En dat is eigenlijk: wat gaat de toekomst ons brengen? En dat kan ik gewoon geen antwoord op geven. Niemand kan de toekomst voorspellen. De toekomst is heel erg onzeker. En je kunt wel een beetje denken van welke kant het opgaat. Maar zoals gisteren, je ziet wel, we hadden misschien wel een invasie verwacht, maar dan weer niet op de manier waarop die uiteindelijk is gebeurd. Dus je kunt wel denken van, oké, okay, zoiets gaat ongeveer gebeuren. Maar het pakt toch altijd anders uit dan dat we van tevoren hadden gedacht of gehoopt in ieder geval. Wat we nu dan weer zien is juist de sancties die nu worden ingesteld tegen Rusland. Uh, Rusland zegt zelf ook, oké, okay, daar zijn we op voorbereid. We zien ook dat Rusland heel veel schulden, zeker in, in Amerikaanse dollars, heeft afgebouwd. Ze hebben heel veel, of heel veel schulden afgebouwd. Heel weinig schulden nog openstaan aan het buitenland. Ze hebben hun eigen goudvoorraad heel erg opgebouwd naar 600 miljard. Dus ze kunnen ook anderhalf, twee jaar lang... Uiteindelijk alles wel um, ja, bekostigen als ze dingen moeten importeren en niet meer zoveel mogen exporteren, bijvoorbeeld. Dus ze zijn er zeker op voorbereid. Um, en dan is het wel belangrijk dat we sancties die we nu zien. Die zijn niet heel harde sancties, lijkt het op. Tenminste, het kan veel harder. Maar sancties die Rusland heel hard treffen, zullen ook Europa en Amerika heel hard treffen. Dus daar zullen we, ja. Misschien is dat de volgende stap. En misschien wordt die opgelegd, die, dat soort sancties. Maar om het effect te laten hebben op Rusland, worden we zelf ook daar de dupe van. Dus uh, we weten nog niet hoe dat uit gaat pakken en of het gaat gebeuren. Maar wat denk ik ook heel belangrijk is, is dat het misschien nog wel heel lang kan gaan duren. Um, zeker aan de ene kant omdat het Westen natuurlijk niet militair ingrijpt. Uh, we hebben daar eigenlijk net zo weinig te zoeken als dat Rusland daar te zoeken heeft. Um, omdat, ja, Oekraïne is geen. Lid van de NAVO. Dus we willen daar ook niet militair in gaan grijpen. Dat is denk ik ook het beste. Want dan ga je echt twee grootmachten tegenover elkaar krijgen. Uh, maar dat geeft eigenlijk ook meteen aan dat het een heel lastige situatie is. Hoeveel land wil Rusland bezitten? tijdelijk even bezetten, kan ook natuurlijk. En we zien ook dat andere landen rondom Oekraïne uh, eigenlijk vroeger bij de Sovjet-Unie hoorden, maar nu nog steeds geen NAVO-lid zijn. Dus die hebben eigenlijk misschien, die een beetje in hetzelfde pak. Hoe ver wil uh, Poetin gaan? Dat zijn vragen die ja, alleen Poetin kan beantwoorden. En dat is misschien ook wel weer iets waar we nu nog niet mee te maken hebben, maar iets waar misschien wat wel ja, langere tijd een vraag blijft op de markt. Die, uh, als die paniek er is, als die sancties er zijn, inflatie in ieder geval korte termijn omhoog ja, nog verder kan laten stijgen, maar ook eventueel op lange termijn een hoge inflatie aanblijft. Als dat het geval is, gaan uh, banken in Europa, in Amerika, centrale banken, gaan natuurlijk de rentes verhogen, misschien wel meer verhogen, sneller verhogen. En dat heeft natuurlijk ook impact op de beurs, omdat winsten in de toekomst natuurlijk daardoor harder worden getroffen en minder waard zijn op dit moment. Dus Heel veel vragen waar we eigenlijk geen antwoord op hebben, maar in ieder geval wel weten dat het kan gaan gebeuren. Dat zijn dan ook onderwerpen die ik eventueel weer in een derde of een vierde deel van deze videoserie eigenlijk ga beantwoorden. Um, ik hoop natuurlijk niet dat ik heel veel delen hoef te maken, want een oorlog is niet leuk om mee te maken. En zeker niet als inwoner van Europa en zeker ook niet van Oekraïne. Maar het, zoals gezegd, het is wel ook wel... Interessant aan de ene kant om het mee te maken. En als we het dan meemaken, laten we in ieder geval zorgen dat we er iets van leren. Dus laat ook even jouw feedback, jouw ervaring, uh, ja, jou, jouw gevoelens eigenlijk weten op dit moment. En doe dat in de reacties onder deze video. Zijn we eigenlijk tot het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan even op abonneren onder de video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.